tijd om over te steken. Dat gaan we doen. Er ligt daar een dooie en een ster. Dat is een dooie met een naam. En een treasure hunt. Arno gaat met mij. Hey, waar is die nou? I need to tell you hier. Ja. The first thing you should know, my friend, is that I am not a human. Hij is geen mens, zegt hij. In a haunted forest, if that's what it takes. If I should ever want to visit my things, all I must do is check my handy map and this enchanted partner shall mark each location clearly. Once Maradino's, always Maradino's. Okay. Staan ze dan nu allemaal op de map? Nee, nog niet. Moet ik deze enchanted forest in. En wat heeft die Arhu weer te vertellen dan? Ja, een beetje zijn origin story zit hij te vertellen. Hij zal zien. Dat is het verhaal. Tuurlijk is het. Ik kan met jou praten. Hij vertelt dat hij origineel een kat was. En door Leandra, nee, door Cassandra een mens is geworden. Ah. He has lived through the worst humanity has to offer, but at least he briefly knew. Agreed. Kijk, liefde is het belangrijkste in de hele wereld. Wat zijn we toch weer spiritueel? Agreed. Kijken, want we kunnen dus die forest in. Ja, of die brug over. En die brug die. Ho, wat doet. Wat is mijn camera? Mijn camera zakt door de map heen. Dat is bijzonder. Ik zie het, ja. Ja, ik moet toch die Phantom Protection Amulet om gaan doen, denk ik. Ja, dat is. Heb jij een amulet waar je vanaf kan? Als in, mijn amulet is mijn Lore Master amulet en wil ik eigenlijk niet wegdoen. Oh zo, ik kan er wel redelijk vanaf, ja. Dan geef ik jou die Phantom Protection Amulet, alsjeblieft. Okay, this amulet can protect its wearer from the shades that haunt the Phantom Forest, granting the wearer safe passage within its haunted borders. Ja. Okay, die heb ik nu om. Oh wacht, die waar ik nou loop, dan gaan we de map eruit. Dat lijkt me niet de bedoeling. Dat denk ik ook, ja. Moeten we die boomstronk dan in, waar jij voor staat? Ja, zal ik eens. Oh ja, doet in ieder geval een autosave. Ik ga ook een save, dat hebben we nog niet gedaan het afgelopen uur. Ja. Maar daarom de auto safety heeft hij nu in ieder geval al gepakt. Ja, oké. Okay. Nou, let's go. Oh, oh, oh. Ik word gepoisoned. Alleen jij niet. Omdat jij dat amulet om hebt. Ja. Ja, en nu? Kan het niet zo zijn dat ik dan in mijn eentje... Ik denk, als jij door die Poison Cloud heen bent, dat ik dan naar jou toe moet teleporten, dat denk ik. Ja. Ik heb ook damage. Hoe heet het? Een armor ding moet gerepareerd worden. Oh, ik heb ook een... Kun jij de hoed van Jayhan repareren? Ja hoor. Ik heb een air wand gevonden. Oké, stuur het even naar jou. Daar. Jahan. Stuur deze naar jou. Yes. You have safely entered Phantom Forest. Achievement unlocked. Wat heb jij mij gestuurd? Een wand. Jij kan nu teleporten. Je hebt naar mij een wand gestuurd? Ja. Dat zie ik niet. Toch? Dat heb je ook naar Jahan gestuurd? Nee, die heb ik naar jou gestuurd. Nee. Was het? Een air wand, zeg. Ja, Toomush picked up one unidentified wonderful draconian air wand. Dus die heb ik naar jou gestuurd. Oké, ik zie hem. Gloeiende. Zit of weer, misschien... Is hij weer ergens tussen mijn inventory items ingedaald waarschijnlijk? Ja, is die is dat niet de Tenebrium-achtig ding iets? Latest edit. Oh ja, daar staat hij wel bij je. Ja, die kan ik wel identifyen. Ik heb nog iets gevonden. Mag je ook weer even identifyen? Hey, iets of iemand praat. Wat is dit? Wat? Dit is... Ik ben te laag level eigenlijk hier. Ik kan teleporten naar jou, hè, zei je. Ja.
Kijken, waar is mijn piramide hier? Zo. The amulet worked. We made it safely into the forest. A bridge within the temple of the dead will lead us to Cassandra's body. Okay. Lower the bridge, find her bones. Where is our spirit? Where has she fled? Oh, hier rechts zie ik iets van een of andere bloedspoor of zo. Ik zie een one-handed axe. Daar kunnen we niet zo heel veel mee. Ik volg jou. Ik heb geen idee. We kunnen heel veel kanten op. Ja, we moeten naar rechts uiteindelijk. Oh, level 17, level 18. Welk level zijn wij? 15. Ai, dan gaan we het moeilijk krijgen. In dit gedeelte. Dan gaan we het misschien wel wat lastiger krijgen. Ja. Hey, hier kan ik met praten iets. Ik volg jou. Adventure. Ben je toch? Adventurer, long lost mark. Ja, dat is allemaal level 17. Nou, dan krijg ik het echt lastig. Oh, terrible. Ja, we gaan denk het, ik niet dat we hier nu al moeten zijn. Ja, wat moeten we dan? Sidequesten. Ja, even levelen. Nou, we kunnen op zich, wat we nog kunnen doen, is die putten kunnen we verder helpen. Into the fray once more. Wishing wells, omdat daar stond, we need to find a spell guarded by King Boreas. En die King Boreas, die hebben we verslagen, dus we kunnen misschien in dat kasteel nog daar iets van vinden. Ja, want ik denk, maar misschien is het wel handig om eventjes hier een fast travel te vinden. Ja. Nou ja, we hebben die fast travel waterfall, die is niet zo heel ver weg. Nee, dat klopt. En ik heb die amulet op. Ja. Oké. Okay. Dus, dan moeten we weer naar King Boreas Castle. Ja, ik denk dat het wel eventjes verstandig is. Voordat we worden geambushed ofzo. Oké. Dan is het meteen klaar. I'm behind. Want hier zouden we dan een spel moeten vinden. Guarded by King Boreas. Niet uitglijden, niet uitglijden. Rustig lopen. Niet uitglijden. En check. Daar ligt hij. Ja. Hier geen spel. We kunnen hier wel doorlopen. Ja, dat hadden we nog niet gedaan. Hè? Dat is een barrier. Oh nee. Was het toch die barrier? Maar ik heb daar nu wel wat scrolls voor. Die gaan we even proberen. Even gooi kijken. Er maar wat tegenaan. En niet deze. We kunnen ook nog andere kant op. Die deur zijn we ook nog niet doorheen gegaan. Welke andere kant? Nou, deze kant. Door het vuur? Ja. Oh ja. Dus als je even deze neemt, dan heb je een vuurschild en dan kan je er doorheen lopen. Oh nee, dan krijg je alsnog een ja, ik ga wel even regenen. Ik ben frozen. Ik loop hier die deur op en door aftellen. En ik ben frozen. Oh, dat is knap. Ik ben Ja, ik kan hier niet doorheen. Huh? Dat is raar. Ik ben meteen frozen als ik daar naartoe loop. Hè? Dat is raar. Ja. Misschien dan toch eventjes Wat? Ik zie ook niet wat hier is, eigenlijk. Nee, goed. Misschien toch even die shield pakken.
Welke shield? Ja, die bij dat... Bij die Frozen Sentinel. Ja. Dat heb ik nu gedaan. Oh ja, dan ben ik chilled in plaats van frozen. Ja. Oh fuck, maar hier ligt alleen maar lava. En daar is weer een... Ja, maar mijn shield is hier nu uitgewerkt. Meer is het niet. Trap, trap. En daar is inderdaad weer zo'n vest. Wat is daar waar jij nu loopt? Ah, niet zoveel. Ik kan mijn camera niet meer. Oh, nu weer. Want we zoeken... Oh, komen we hieruit? Oh, oh ja. Want we zoeken een spel. Maar dat is dus niet hier. Nee. Dit is gewoon een shortcut die we dan creëren. Dit is een shortcut, inderdaad. Ja, goed. Goed dat die open is. Ja. Dan gaan we even terug het kasteel in, denk ik. Ja. Ik ben de fast travel ingegaan. Dat is denk ik sneller. Hé, hey, hier is hier een... Ik ga hier nog eens even kijken. Misschien ligt hier nog iets. Ik kan hier wel lopen. Nee, helemaal niks. Helemaal niks. De rechterkant? Zo, er is geen deur aan de rechterkant, nee. Hey Corné, goeie avond. King, hey Corné. De King Boreas ligt hier een beetje dood te zijn. Zoals het hoort. Die barrier hier kan ik niet doorheen. Maar wat is dit? Dit is een prison. Ik zie ook niet wat hier is verder. Ja. En we kunnen ook nog Tenebrium terugbrengen naar Brandon. Dan kunnen we gewoon afronden al. Dat is een schatkamer, joh. Er ligt allemaal goud op het einde. Ja. Kom je smaak tegen. Smaak. Ja, maar we kunnen ook wel wat dingen... En wat andere quests bedoel al je? Al afronden, ja. Want de Troll's Bounty, die kunnen we gewoon afronden nu al. Ja. Oh, hier. And Sigar told us how we can get the Winter Ring with the help of a mysterious medallion. He instructed us to wear the medallion and stand in the middle of Boreas' treasure room. Oké, okay, welke medallion? Oh, maar dan kunnen we nog niet naar binnen in die treasure room ook. In the middle of Boreas' treasure room, ja. Dat is dan misschien hier. En dan een medaillon? Ja. Wat, waar is die medaillon dan? Ik heb alleen maar een Enlightened Amulet twee keer. Ik heb geen medaillon. We need to find a spell guarded by King Boreas. Where Bandit? Nee, dat is het niet. King Boreas, die ligt hier dood te zijn. Ibrahim. Kijken, waar is die put nou, hè? Oké, zijn er nog andere dingen die we kunnen doen hier?
Ja, we kunnen sowieso één ding nog inleveren. Bij die Tenebrium kunnen we inleveren. Ja, laten we doen dan, denk ik. Oh, ik heb een fight gestart. Oh, kom maar. Ik heb weer iemand gered hier uit een bevroren ding. Oh. Het is geen fight, maar een gesprek. Ja, maar dit wordt zo meteen wel... Prison is hardly the place for a relentless pursuit of justice. Indeed. Renegade. Kijk. Oh, die gasten. Oh, die maken we wel even af. Dat is de eerste fight van vandaag. Dat klopt. Het een uurtje mogen duren. En we moeten toch kijken wat we een beetje kunnen bereiken nog hier, hè? Ja. Nou, die elemental is wel effectief. Dit ook. Hier raak ik zelfs 2 mee. Lekker. Critical 525. Zo doen we dat. Lekker hoor. Hij is ook al bijna dood. Jij harde kalma. Toen is aan de beurt. Kijk, ik kan niet zo heel veel. Ik kan hier één stap zetten en dan kan ik die linker schieten, denk ik. Stunt, heel goed. Nice. Jayhan, die kan die andere wel even killen, denk ik ook. Jayhan, lekker. Zo, met Dora kan die nog ergens bij komen. Target is blocked, daar kan hij net niet bij. Hè. Nee, daar kan ik niet bij. Target is blocked. Helaas, helaas, helaas. Nou, dan mag onze nieuwe vriend weer eerst. Jezus. Kijk! Goeie klap. Zeker. Ik ga hier zo meteen uitglijden, aangezien hier allemaal ijs ligt. Dus kleine stapjes, kleine stapjes. En dan even kijken, ga ik even kijken, zeggen. Lekker. Ga er maar bij liggen. Vuist op je wortel. Kijk, dit hebben we dan. Die muur die stond er in principe al. Lekker hoor. Ja. Lekker 324. Hij durft niet. Oh, Medora's beurt. Ja. Die sneeuwbom was aan de beurt. Nee, Medora mocht eerst. Geen opportunity. Bap. Ah, niet nodig. Kijk, het is allemaal weer gratis XP, hè, wat we hier mee pakken. Zeker. Alles wat we mee kunnen pakken, hebben we nodig. Al bijna level 16. No glory in this death. Kijk, we hebben weer iemand gered. Wat is het? 70.000 XP. I'll soon fly to ask. I'll soon if that's... Ik moet ook wel even spullen verkopen. Ik ga even liggen. Oh, tuurlijk. Hier, en dit hebben we allemaal. Zit er nog iets in dat kistje daarachter? Probeer ik te kijken, maar ik kon niet blijven staan. Oh. Wat zit erin? Er zit in een schild, een slappe staf en een neelbom. Een slappe staf? Ja. Het schild ga ik even identifyen. Ik zeg niks. Unbreakable. Ik kan hem ook aandoen. Oké. Okay. Meer blocking chance. Nou, lijkt me goed. Slap af in een kist.
Even kijken, en nu? En nu? Ja? Ik was op zoek naar die put. Waar we mee konden praten, weet je nog? Ja? Daar was ik naar op zoek, want daar moeten we als het goed is verder mee kunnen. Ik zie hier een hendel die we nog niet hebben gebruikt. Reus? Dat is vreemd. Oh, toch wel. Ja, die hebben we wel gebruikt. Ja, ik wou net zeggen, dat is voor dat hele stuk dat wat daar in het bos was. We hebben ook voor het redden van die man uit het ijsnet, hebben we de captives in de crystals. Hebben wij... Een upgrade gekregen. Hier zit er misschien nog eentje. Ik zie hier allemaal van die kristallen, die ga ik even breken. Misschien zitten er wel nog meer captives in. Ja, inderdaad. Dat is een goeie. Dan kijk ik hier eventjes verder. Ik zie hier ook nog... Oh, ik zie hier ook nog eentje. Hier zit niemand in. Ik heb hier ook eentje, dus als je zo naar mij teleporteert, dan zoek even hebben we denk ik weer een fight. Hier is een piramide. Da. Een troll. Ja, daar komen ze weer aan. Hij zei ja. Knockdown field. Wat een noem. Hij zei ja, lekker hoor. Nou, zet nummer 2. Doen we dit. Dat scheelt. Doen we dit. En doen we dit. Kijk, goede klappen. Eentje ligt, de ander mag jou lekker slaan. Frozen. Zon. Hier is het veel. Mijn muisspeltje kan dat beest niet aanklikken. Het komt heel precies. Hij is ook in één keer dood. Lekker. Corné is ondertussen hard aan het werk. Arme man. Oh, there, crystal. Oké, okay, wil ik niet meer bevroren zijn. Wel. Ho, ho, ho. My pet name's Pethia, the Howl King. What I've got a peak and bucket its blood to black only that it is a far hold up. You let me out of that ice. Clear. Wat heeft hij allemaal gezegd? Hij wil een spel van ons en ik kan zeggen dat is goed. Als hij ons een geheime tunnel aanwijst. Of we gaan zeggen, fuck jou, we maken je dood. Maar ik wil wel een geheime tunnel weten, denk ik. Ja. Tell me about the location of the tunnel, and I'll give you a spell to open the rift. Yep. You'll be out of high. Yep. You're more useful than. Log updated. Oh, het is klaar zelfs. Maar hij heeft ons niks verteld. We hebben niet een item gekregen daarvoor. Nee. Op de map? Nee. Ook niet? Gloeiende. Maar misschien gaat het over een tunnel die we al gevonden hadden. Want het is. We hebben nu deze gasten natuurlijk gered. Terwijl we dit gebied al lang hebben uitgespeeld. Ja, maar toch hebben we ook in dit gebied nog wel een heel stuk niet. Dat hele linkerstuk. Lijkt toch wel alsof we daar nog wel het een en ander missen. Ja. Hoe we daar dan moeten komen? Geen idee. En we kunnen nog naar Brandon voor onze reward. Ja, ik loop hier ondertussen nog maar even een beetje verder, want die hebben ook niet geloot. Hier staat The Guardian, level 12. Oh, kunnen we ook nog even killen? Ja, gratis XP. Een kistje. Met allemaal spullen. Oh, de Guardian heeft ons al gevonden. Hij is wel groot. Ik ben benieuwd wat hij guard. Hij is level 12. Dat moet lukken. Ja, hij is vooral heel groot.
Hij heeft ook een regenbooghoofd. Oh, blokt. Waardoor ben ik geblokt? Door dat lijk op de grond, denk ik. Jongen. Ik loop je toch gewoon overheen, man. Dat kost me allemaal AP. En dan ben ik... Oh, deze game. 32, oh, dat schiet niet op. Hij is niet heel gevoelig voor vuur. Examen. Fire resistance 80%. Ai. Ja, hij is ook warm. Op zich wel bijzonder in deze temperatuur. Even kijken, een stapje zetten. Dat kan niet. Ja. Adora, ja, die kan er naartoe. 17. Oh. Hij heeft echt... 33. Zo. Hoe gaan we? Zou je toch denken dat er... aardig wat damage. Ja. Hij doet inderdaad aardig wat damage. Hij pakt bijzonder weinig damage. Hij heeft ook hoge resistance voor alles. Maar goed. Weinig damage heel vaak is samen ook heel veel damage. Nou, 51 damage. Niet al de beste. Waar is hij zwak voor dan? Level 12, veel HP. Hij heeft resistance voor alles. Ja, behalve gewoon mappen. Dat is het dus. Oh, hierachter heb je straks die well, die put. Oh ja. Dan vinden we toch nog weer wat nieuws. Gooi ik Nick er even in. Ah. Gezellig. Hoi Nick. Jayhan, wat kan hij nog doen? Ook even te kijken, kan ik nog iets van een granaatje gooien wat zijn zin heeft. Kijk, dat hebben we meer aan. Maar hij lijkt ook geheeld te zijn. Of ligt het aan mij? Oh, was het plus 146? Ja, dit is niet zo handig. Oké, dus geen waterskills. Oh, 146, wauw. Geen waterskills doen, dat hebben we hier geleerd. Nick, gooi een voet. 26, dus hier is veel. Dit is vreemd. Zeer vreemd. Ja, hij heeft gewoon heel veel defense, dat weet. Ja, lekker! 90! Hot. 68! Ja, maar wel absorbed 64, dus dat was mijn 4 damage. Ja. Oh, hij doet ook weinig damage. Ja, dat klopt. Ik kan weer een rippling blow doen. 45, absorb 42. Lek. Zo, hebben we even iets meer HP. Het is allemaal niet fantastisch, maar damage is damage. Ja, we komen op deze manier wel. Duurt alleen reten lang. Oh, Madora steurt hem niet lang op de grond. Au. Ik ga gewoon weer een crippling blow proberen. Hij heeft in ieder geval geen shield meer. Dus dat is nu wel weg. Alleen toch blijven we weinig damage doen. Klopt, ja. Hij heeft nauwelijks damage. Wat denk je, Soul Hunter? Maar ja, damage is damage. Alles telt. Ja. Langzaam maar zeker schakelen we hem uit.
8 absorbed 9. Ja, is het niet zo dat er 8 vanaf gaat en dat het 17 had kunnen zijn? Dat zou kunnen. Hij glijdt uit. Hey, hij ligt. Ja, lekker. Noep. Lekker hoor, gaat er maar liggen. Noep. Nou. Kijk. 107. Lekker criticals. Nou, we hebben er al 1/3 ervan af. Langzaam maar zeker komen we er dan. En we zijn pas 10 minuten bezig. Oh, ik kan me even slaan. Ik ga eens even een granaat gooien. Wat voor granaat? Een armor piercing grenade. Dat klinkt goed. Armor piercing grenade! Nou, Medora is half dood en de armor is kapot. Heel goed. Nou, dat is dus toch een armor piercing grenade. Ja. Die maakt zijn naam wel waar in ieder geval. Dan moet je zo meteen weer wat repareren. Ah, dat kan. Hij heeft wel lowered armor, dus bij hem is het wel gelukt. Ja, dat is mooi. Bij mij ook. En bij Medora niet. Nee, ik hiel Medora even. Medora is wel gepoisoned. Ja, en Nick die is door zijn tijd heen. Oh ja. Hij is boos. Oh, raged. Wat? Hey, ik wou net zeggen. Rent hij nou weg? Wat een pussy. Immune to fear, lekker. Fear filled. Beetje allebei frozen. En eentje gaat liggen. En hij legt Medora nog even op de grond. En hij geeft nog een klap. Nu wordt het opeens serieus. Nou wordt het serieus. Hij is al half dood, hè. Oh, ik dacht ik leg hem even neer, maar dat niet. Half dood, is bijna half dood. Dat was een goede hit. Ja, maar toch krijg ik hem niet gekrippeld. Vind ik een beetje jammer. Nee, ik kan niks, want iedereen is frozen of plat. Mis, dat is goed. Medora is aan de beurt. Nee, jij bent aan de beurt. Nee, ik ben aan. Pak nou eens een keer die cripple. Verdomme. Maar wel goede damage. Chill ja. To my bones. Chilled to my bones. Geef even iedereen HP'tjes. Lekker. Lekker. 8. Zo. Goeie klappen. Kijken, ik kan hem niet hitten. Laat maar lopen. Wat gaat hij doen? Hastened war. Oh, jij bent alweer. Nou, goeie klap, kom op. Your boat snap like twigs. Oh. 78. Aardig. Ja, niet zo. Aardig. Nou, bij Medora zijn nu de handschoenen en de gewone schoenen kapot. Oh. Nou. Ik heb ze op dit allemaal fixen. Armor piercing grenade heeft wel geholpen. Kijk. Goeie klap. Meer kan ik niet. Attack. Die legt hij neer. Jou. Ja. Oh, hij komt weer terug. Dat is wel aardig van hem. Ja. Dat was mijn beurt. Even kijken. Dan kan ik weer wat zappen. Waardoor ik een keer mappen. Dat is allemaal zachtjes.
Is je boos? Now you know the reach of my power. Is je een vier? Oh, nee. Twee keer vier. Ja, Jay en hem door. Ik kan weer op hem af. Jeetje, wat een damage, man. Breaking bones. Hey, hij is eindelijk crippled. Lekker dit. Even een klapje. Huts, critical. Goeie klap. Toen moest je zappen. 12, lekker man. Knockdown field. Oeh, dat is een goede klap. Zeker. En daar wordt ze helemaal lijp van. Hij maakt zichzelf weer heet met een warp. Hup. You are well within my range now. Oh, de cripple is voorbij blijkbaar. Ja, maar hij doet verder niks. Hij rent alleen weg. Ga ik proberen. Nee, niet gelukt. Dan ga ik kleine stapjes zetten. Kleine stapjes. Kleine stapjes. Kleine stapjes. Zo, oh, Jayhan heeft de extra AP gekregen. Iedereen is helemaal vol. Wat? Oh, vijf keer schieten. Lekker. Knockdown field. Meer kan zij niet. Het is lekker. Take off opportunity. Ah, waar loopt hij helemaal naartoe, joh? Lijkt wel alsof hij iets van plan is. Nou, hij was hasten. En dan probeert hij te vluchten. Godverdomme. Ligt hij hoor, met zijn vlammetje de lekker. Lekker dit. Jongen. Jij en rustig jongen. Deze game. Hij is weer boos, komt hij weer terug? Ja. Ja. Goeie tactiek. Even weglopen om boos te worden en dan terugkomen. Ja, toch bedacht. Oh nee, ik ben toch wel boos. Ga maar door, hij staat voor zijn neus. Wat? Silence veel. Ja, het einde komt in zicht. Einde komt in zicht. Ga maar door, hij is bij. Jayhan is ook bij. Ja. Maar die liggen op de grond. Zo, ik heb ook behoorlijk wat AP. Let op wat ik allemaal nog kan. Ik let op. Dit is gewoon het eind. Ik ga hem gewoon killen, denk ik. Ik hoop het. Ik hoop het. Weg met dat beest. Lekker. Hij dropt leather boots, een earth wand. Lockpicks. Ik zal het allemaal even naar jou doorsturen. Ik ga even kijken wat hij dan hier aan het bewaken was. Ik ga even liggen eerst. Tuurlijk. Even kijken, die moeten we weer identify. Dat kan niet, want ik lig op de grond. Ah, ik had toch nog iets gevonden wat geïdentified moet worden. Identify. Identify. The Earth One. Ik dacht die ik nu heb, die heeft. Hetzelfde. Jij hebt een identified solid leather boots. Die heb jij meteen gekregen op de een of andere manier. Die is niet naar mij gegaan. Is dat zo? Oh ja, ik zie het. Ja, die oh, echt. Waarom val je nou? Het is zo'n klein stukje ijs. Even kijken bij die put.
Wat een noob. Sta op. Wat is hier dan bij die put die hij bewaakt? Er is een deur ook hierachter. Oh, hier kan ook gegraven worden. Ik kan die deur niet aanklikken. Ik lijk gebeurd. Hé, hey, dit is die put. Ja, daarom. Die put. Die, dat zei ik net. Ja. Hé, hey, hier is nog iets. Als je even terugkomt. Oh ja, wat is er met de put? Ja, doe je ding. Maar hij zegt, we moeten een scroll van King Boreas gebruiken bij hem. Maar we hebben hier geen scroll van King Boreas. Ja, die hebben we ook nog niet. Dan moeten we toch in die schatkamer komen van hem. Ja, dat vrees ik ook. Het kan niet hier vandaan. Maar jij had nog wat gezien, zei je. Ik had hier nog iets gevonden. Jazeker. Knopjes. Ja. Als het daar nou eens met z'n allen op gaat staan. Dat vind ik een goed idee. Wil je eerst maar door aan zijn dingen verrepareren? Ja, stuur me door. Schoenen en armor dingen. Schoenen en armor dingen. Zullen deze denk ik dan zijn. En dat zullen deze zijn. We staan nu op alle knoppen. En er gebeurt niks. Nee. Oké. Ah, nou, dat weet ik het ook niet. Ik dacht, dan gebeurt er wel iets moois. Ja, ik kan hier nu wel inlopen. Waar kun je inlopen? Nee. Hey. Oh, nu wel. En daar achteraan is weer een hendel, hoor. Ja. Oh, daar ligt een trap. Waar ik... op goed geluk langslopen. Ja, die scroll zegt dus inderdaad, of die put zegt, er moet een scroll moeten we vinden. Ik ben hier op een knop gaan staan. Gebeurt er ergens iets? Lijkt er niet op. Nee. Nee. Kan je dan die deur hier open? Oh, hier is nog een knop. Hier is nog een knop. Op die put is een knop en bij jou is een knop. Ja. Is er dan ergens? Het lijkt inderdaad weer niks te doen. Als je eens iemand op die andere knop zet en dan kijken of je dan het hek kunt openen. Nog meer knoppen in die bosjes misschien? Nee. Ook niet bij die deuren. Had je die hendel hier gedaan? Welke? Die hier zo zit, naast de deur. Ja, die heeft die deur geopend. Oké. Ja, door die lava daar kun je niet doorheen lopen. Ja, die put zegt dus inderdaad de scroll. I won't want to say I will. Some of this dreadful weather away. I think I can still manage that. Hey, ik kan voor geld kan ik het winterweer laten verdwijnen. Dat ga ik doen. Ja, graag. Shall I tame the blizzard or the volcanoes? Ik mag kiezen. De blizzard. Daar hebben we meeste last van, denk ik, toch? Ja, ik zit even op de map te kijken. De volcano's. Wat gaat die lava verdwijnt dan? Ja. Want ik denk ook door een blizzard kunnen we wel heen lopen, maar door volcano's niet. Ja, dat is waar. Dat gaan we doen. Dat is een goeie van jou. En nu?
niks veranderd hier. Hé, hey, wacht even. Ik heb misschien een idee. Ja, is een idee. Ja. Boreas Scroll. Oh, hij ligt alweer. Boreas Scroll. Wat is jouw idee? Dat we misschien ook al die knoppen daar onderaan moeten indrukken. Tegelijk. Dus daarom ben ik nu tonnetjes aan het meenemen. Hmm. Ja, ik zou ook kijken inderdaad. Brandon. We can bring it to Brandon for a reward. The Tenebrium. Ja. Waar was dat ook alweer? In Silverclan volgens mij. Dan moeten we naar Silverclan. Ja. Kan je nu eens proberen op die twee knoppen te gaan staan? Wacht even, ik ben weggelopen. Ik pak even mijn piramide. Op die twee knoppen daarboven? Ja. Ja. Moet ik even naartoe lopen. Misschien ook die mijn daar laten ontploffen. Nou, heel goed. Nou, dat lijkt me goed. Ja. Als JN daar even blijft staan. Klik. Dan zeggen wij maar door en maken we even los. Klik. Nee, het doet niks. Nog steeds niks. Gloeiende, gloeiende. Hé, die andere kant is nu open omdat we de volcano's hebben uitgezet. Ja, maar dat was net nog niet. Dus dat hebben we... Nee, nu is het weer weg. Ah, wacht. Ja, ja, dat is het dus. Ja, ja, dus dan zet ik hier twee mannetjes op. En ik kan inderdaad de laatste man door die lava lopen. Ja. Ja, dan ga ik daar nu doorheen. Ja, je kan er wel doorheen lopen. Oh, er is daar een lever. Een hendel, ja. Het is een hendel, ja. Is nu hier een lever geopend? Ja, ja, ja. Oké, okay, dus moet jij daar weglopen? Ik ga eerst 7. Eerst weglopen, want als je iemand anders laat lopen, dan... Ik kan het ook zelf doen, terwijl jullie op de knop blijven staan met z'n allen. Ja, ja, daarom. Voor de zekerheid. Ja. Man, man, man. Toch weer opgelost, hè. Ongelooflijk. Kijk, en dan ga ik hier... weer naar die kist. Ja, loop dan ik weer terug. En dan zit er niks in. Of troep. Of Boreas Scroll, als we heel veel geluk hebben. Ja. Ik ben benieuwd, wat zit erin? Er zit in Royal Guard Talisman. Het is een amulet die resistance geeft en verder niks. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dus ja, we moeten dan toch maar even terug naar Brandon, denk ik. Ja, laten we doen. Die waarschijnlijk in Silverglen is, om even de quest in te leveren. En dan kunnen we daarna deze video weer afronden. Yes. Even kijken, Silverglen. Brandon. We hebben Tenebrium voor hem gevonden. Kan ik ook mooi even wat spullen verkopen, want ik heb echt... Ja, we hebben veel spullen. Bijzonder veel. Waar is Brandon? Kunnen jullie de map zien? Pickaxe Tavern, Nadia Shop, Smithy, Immaculate Chapel. We kunnen die naam... Oh, hier loopt hij, Brandon. Hier, Brandon, ik heb Tenebrium voor jou. So you found the Tenebrium. En is hij er blij mee? Sakes alive. I knew I could count on you. Now it's my turn to make good.
Even kijken. Ik wil eigenlijk ook wel weer een keertje een nieuw wapen. Hey, deze wil ik. The real secret is yet to come, my friend. Beasts of burden, he called them. I've got a letter here from the mining guild to Mr. Lawrence himself, proving everything I've... Well, hij geeft mij een brief. New ability to Nebrium. Hey, dat moesten we hebben voor om Tenebrium wapens te kopen. Ja, nu kunnen we Tenebrium wapens kopen, dat is het. Brandon revealed that Lawrence knew the effects of Tenebrium and still decided to send the miners to their deaths. Ja, we moeten Nadia vinden hier dan, want dan kunnen we die quest ook inleveren. Ja, inderdaad. En waar is Nadia? Dat weten we niet. Ja, die is hier ergens, volgens mij in dat in die tavern. Loopt ze volgens mij rond, dacht ik. Ergens in ieder geval. Toch mooi dat het torentje hier nog steeds zo staat. Met al die kisten op elkaar gestapeld. Yeah. Even kijken, waar ik dacht dat zij hier liep. Maar het weet ik dus niet meer zeker. Oh nee, dat is voor Mattia. Wintermeer. Dat is een miner. Paul. Miner. Ellery. Elwin. Mikkel. Was er boven niet iemand? Nee. Waar was Nadia dan? Nou, we zoeken nu wel Nadia inderdaad. Ik kan toch zweren dat ik die nog wel een keertje... Oh, wacht! Ik weet het al. Ja? Ik weet het al. Ja. Ze is bij dit winkeltje. Daar zit zij volgens mij. Ga ik weer gelijk hebben? Jawel! Daar staat ze! Lekker! We found this letter from the mining guild proving Lawrence's guilt. Work in peace. Ja. Quest update. We told Nadia the truth and she dashed off to confront him. Ja, dus nu moeten we die Sebby, come quick. Watch up while mother put ghost of father. Wat zeggen ze nou? Father to peace. Oh, ze rent achter, ze rent naar hem toe. Ik ga achteraan. Sensatie. Ik kom met jou mee. Jerry. Kijk, waar is mijn piramide hier? Even meeluisteren. Ja. What are you going on? I know for truth. You bring workers to mines to extract Tenebrium, and that you do it knowing they will die of rot. Look, you're confused. You're ranting. Clearly there's no reasoning with you. So what say you take this rather expensive token and a 1,000 gold for my husband's death? Tell me, Source Hunter, does this man bring me for an... Nadia should shout Lawrence's guilt from the rooftops. He doesn't deserve better after inderdaad. What he's done. Aan de schandpaal met die man. That's right. Precies. I'm sure... Ah, yes. That is spirit. Too bad for you, Mr. Lawrence, High Priest of... Wait. This is between you and me. There's no need to involve the rest of those... Log updated. The naked truth? We advised Nadia to expose him. Oh, en dan staat ze hier te schreeuwen hierbij. Ja.
But now I have proof of his crime. I know none forget so many who die of rot when Tenebrion was found. But do you know that Lawrence knew of rot and sent you and your brothers to my anyway? He sent my husband to his death, and he sent you to yours. Make the monster pay. Aber tegen Lynch hier. Please, you're a compassionate soul, are you not? Oké, Corné, fijne avond. Yo. Veel plezier met kijken. Ja, ik zeg aanpakken die gast. The crowd deserves their shot at him. Drag the dog to his knees. How is justice? That's right. No, please, Source Hunter, you can't let. Kijk, lekker veel XP. Oh, what? Oh, hear that, Lawrence? Kijk, bam, hij wordt vermoord. Hij dropt kapot veel loot. Paralyzed Exceptional Air Staff of the Witch? Lekker hoor. Oh, dit vind ik mooi. Ik ga even wat identify. Het is wel bijna allemaal one-handed, dat is een beetje jammer. Even kijken. Of zal ik gaan dual wielden? Dat kan ik natuurlijk ook gewoon doen. Oh, ik hoef niet eens wat te identifyen. Dit is allemaal al identified. Behalve het zwaard. Het is allemaal one-handed, ja, dat klopt. Ja. Ja. Allemaal one-handed. En een two-handed staff, maar dat is allemaal niet zo spannend. Zijn die one-handed, zijn die allemaal een beetje interessant of? Ja, definieer interessant. 33 tot 55. Deze is 72 tot 125. 30 tot 50. Dat klinkt allemaal niet heel spannend. Nee. Ja, die van 125 op zich wel. Als je er daar nog eentje van hebt en je hebt ze dan bij elkaar. Geeft die jou. Dan is het interessant, maar verder. En wel weer een quest ook weer afgetikt. Dan bewaar ik die wel eventjes. Ja. Zo, 125. Oh ja, wacht, ik kan niet. Dus ik heb nu in ieder geval een beetje Tenebrium resistance ook. Toch ook wel fan. En wat we nu nog ook nog kunnen doen, dat is bij Hunter's Edge, die tempel waar dat bloed was. Die tempel waar dat bloed was? Dat bloedspoor wat ik gevonden had. Ja? Dan moeten we weer naar Hunter's Edge. Hier zo. Oké. Okay. Want ik heb daar een hier een bloedspoor gevonden. Dat is geen questmarker. Ze hebben daar rechtsboven. Ja. De abandoned check zie ik. Rechtsboven de Wizard's House. Die tempel in het water. Oh, daar ja. Daar liep een bloedspoor naartoe. Oh, nou dan gaan we daar naartoe. Dan ga ik eerst deze video weer afronden, want we hebben weer wat gedaan. Ja. De prisoners in the ice. En dan gaan we zo meteen weer verder. Ja, inderdaad.